Vrienden hier vonden ze bij tafel een grijfkelder met 5 bonkerrakken. Om die eruit te halen binnen en waarom wassen, ontstond het idee om dat met militaire ere te doen. Tijdens de restauratie van deze kerken, toen wij met kerkovernachtingen begonnen, toen kwam de vlier eruit. Ja, en toen gingen we redelijk gauw weer een grijfkelder te pakken. Waarvan wij het bestingen dus net van oud wisten. Toen wij dit in één keer zagen, dat we onder deze stingen uiteindelijk zeiden, ja, dan moest kelder hier wel lezen. Maar ja, we gingen er 4 nou. Wat lag er nou in deze kisten? Ja, deze kist die er al stiet, daar zitten de 4 andere familieleden in. Die ik in de graf ontroffen ben. En die hebben we juist erop bijzetten. En de kist van Skelter van IJsma, die komt hier jongen net. En dan zie je 2 kisten en meestal kan je niet bezien? Ja, dat is een toegankelijke graafkelder. Wij zijn dat dit is interessant, hè, mooi de funeraire geschiedenis. Hebben wij hier in Skerdens, de Sint-Ideel, militair, het kasteel, een graafkelder. En dat vinden wij wonderskerig en dat vinden mensen ook wonderskerig. Zonder Frans Lauta van IJsma hier dit al een keer net plak vinden kind. Nou Frans, je staat hier dan bij Ozegastaten. Eigenlijk het voorvaderlijk kasteel van jouw familie. En deze beeldhouwwerken komen nog uit Ozegastaten. Dit is een jachttafereel. En dit heeft Schelter van IJsma ook nog gezien. André die vroeg me om mee te werken aan het onderzoek. En daar was een DNA voor nodig. Of ik daar mee wilde werken, heb ik gedaan. En wat blijkt, en is dan ook nog eens een keer een 100% match. Ja, nou, dat had ik nooit verwacht natuurlijk. Hè. De Nijtim is de 12e generatie naar Skelter van IJsma. En hij is Joert, eregast.